Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Ik ben Juri en als er één vraag is die we echt niet normaal veel de afgelopen tijd hebben gehad, dan is het wel: hoe maak je je telefoonscherm schoon en hoe hou je hem ook schoon? Dus vandaag ga ik voor jullie een speciaal video maken hoe je dit doet. Nou, zoals ik al zei, zit een vraag die we echt heel erg veel hebben gekregen. Het is makkelijker dan je denkt. Zelf had ik er ook heel erg veel last van dat je telefoon gewoon onder de vlekken zit, onder de vieze vette vingers, en die krijg je er lastig vanaf. Dan zeggen veel mensen, doe dat even met je t-shirt. Maar vaak is je t-shirt ook gewoon heel erg vies. Ik heb ook wel eens gehoord, doe het met een theedoek. Maar een theedoek die kan best wel hard zijn, dus dan heb je kans als je te hard duwt dat er kleine krasjes op je scherm komen. Maar ik heb vandaag 3 tips voor jullie hoe je scherm altijd schoonhoudt, zonder de vette vingers. Kijk even mee. 1. Oké, als allereerste is het heel belangrijk om te weten dat zo'n schermcleaner die je bij de Action koopt of waar dan ook, meestal onzin is. Het is gewoon een beetje water met zeep en vaak haalt het niet eens de vetheid van je scherm af. Dus koop niet zo'n dure cleaner, die heb je nergens voor nodig, dat kan namelijk veel makkelijker. 2. Oké, deze is echt voor de hand liggend, maar ik raad iedereen aan om een goede screen protector te kopen. Je hebt 2 verschillende, gewoon de plastic screen protector en het glazen screen protector. Die plastic die zorgt ervoor dat je scherm gewoon krasvrij blijft. En die glazen die zorgt er ook voor dat hij tegen een stootje kan. Maar een mooie bijkomst van deze screen protectors is dat er vaak een vetafstotende laag op zit. Deze zorgt er dus voor dat je vette vingers er makkelijk overheen kunnen glijden, maar dat er geen vet op blijft plakken. Dus koop een goede screen protector. Bezuinig er niet op. Je kan ze wel halen voor een tientje, als je een beetje goed zoekt. Je beschermt je telefoon en je zorgt er ook nog eens voor dat je scherm mooi en schoon blijft. 3. Deze is ook echt super makkelijk eigenlijk, maar neem altijd een brillendoekje mee. Ik heb er gewoon eentje standaard in mijn tas zitten en ook eentje in mijn jas, zodat ik altijd mijn scherm kan schoonmaken. En waarom nou een brillendoekje? Nou, dit zijn microvezeldoekjes en die maken je scherm grondig schoon, halen de vette vingers ervan af en er komen geen krasjes op je scherm, omdat het dus een heel fijn dun doekje is. Deze doekjes kun je overal kopen. Ik heb hier gewoon een simpele zwarte, die zit altijd in mijn tas. En ik heb ook nog een iets dikkere, ook een heel zacht doekje. En die heb ik van de Action en die kostte geloof ik 60 cent of zo. En dat is echt ideaal om je scherm eens schoon te maken. Dat ga ik nog even laten zien ook, dus kijk even mee. Oké, hier is hij dan, onze Snapchat en Instagram telefoon, zoals ik hem ook wil noemen. Deze heeft geen screen protector en die wordt vooral gebruikt dus om Snapchat te maken van achter de schermen. Voeg ons ook zeker toe op Snapchat, dat is handige tips. Nadeel van deze telefoon is dat hij heel erg gevoelig is voor vette vingers. Maar hij zit nu ook flink onder de vette vingers. Dus gaan we even schoonmaken met het microvezeldoekje die ik bij de Action heb gehaald. Kijk nou, als nieuw. Het vet is er vanaf en de vingers zijn er ook vanaf en daar gingen we voor. Het is dus altijd handig om een brillendoekje bij je te hebben. Deze zijn natuurlijk speciaal voor gemaakt om het glas schoon te maken en niet te beschadigen. En daarna werken ze ook zo goed op het scherm van een iPhone of van elke telefoon of een tablet, maar ook computerschermen. Dus vergeet al die schoonmaakonzin die je kan kopen in de winkels en haal gewoon een brillendoekje in huis. En dan heb je altijd een schoon scherm. Vond je deze tip nou handig? Vergeet hem dan niet te delen met iedereen die je kent. Abonneer je eventjes, geef een duimpje omhoog en laat een reactie achter of het heeft geholpen. Heb je zelf nou een vraag of een verzoekje? Laat dan ook weten in de reacties. En dan gaan wij voor jou aan de slag. Tot de volgende keer. Dat is handig.